Jongens, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Vandaag zijn wij nog steeds gestrand in het oude contentveen. Maar ik heb alle 5 de ingrediënten die ik moest verzamelen, heb ik verzameld. En we zijn klaar om ze af te leveren bij de tovenaarstoren. Maar voordat ik dat ga doen, moet jij eventjes... Abonneer. Hartstikke leuk. Ik bedoel, ik weet niet wat het is, maar het is heel leuk. Heel mooi. In lijk even. Oké, laten wij deze spulletjes naar boven brengen in de toren. Heb jij geen idee waar het over gaat? Dan moet je even de vorige content veen kijken, jongens. Dan snap je het helemaal. Alright, ik weet alleen niet waar ik het moet afleveren. Dat is het hele ding. Dat is niet gezegd. Het was gewoon verzamel dit en meer was er eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik het gewoon hier drop. Ik weet niet of hij er dan iets aan heeft. Dat ik het op de pressure plates drop. Zo, dat is 1. Waarom kan ik dat wel vergooien en dit niet? 2. Oh mijn god, ik gooi het eroverheen. 1. 2. Nou, 2. Nee, het valt er allemaal overheen. 1, 2, 3. Oh mijn god. 4, 5. Hoezo zijn sommige dingen zwaarder in Minecraft? Ik wist niet eens dat... Nu gooi ik het er weer overheen. Weet je wat? Stik erin, je mag het hebben. Ik ga er vandoor. Doei. Alle materialen zijn verzameld. Ik weet niet wat er nu moet gaan gebeuren, maar werd mij verteld dat als ik dat doe, ik moet oppassen trouwens. Het was wel echt een heel gedoe om hierboven te komen, want mijn elytra is natuurlijk ook verbrand in de vorige aflevering. Maar er is mij verteld dat ik dan terug naar huis kom. Maar hoe? Geen idee. Ik ben echt clueless in dat opzicht. En ik denk dat het de tovenaars is. Het is een tovenaarstoren ook gewoon. Dus wie weet komt hij wel nu ineens. Mag naar huis. En wie weet wel niet. Hey, huh? Ik wil een grappig scènetje doen wat ik altijd doe. En ik zie daar... Ik zie ineens een netherportal daar. Die zat daar niet. Dat weet ik zeker. Die zat daar niet. Jij die daar geplaatst? Meneer de koe, ben jij de boosdoener? Jongens, er staat een netherportal. Zou dit het teken zijn? Het begint ook te regenen, letterlijk nadat ik hem gezien heb. Net zoals dat het begon te regenen dat ik in de tovenaarstoren kwam. De regen en de bliksem heeft er wel telkens iets mee te maken. 100%. Elke keer als er iets gebeurt, gaat het regenen en stormen. De eerste keer dat ik aankwam, ging het regenen en stormen. Dat ik daar boven zat, ging het regenen en stormen. Nu ik letterlijk de portal zie en naar buiten loop, gaat het stormen. Bliksem in 3, 2, 1. Helaas. Huh! Oh! Oké, een paar seconden nadat ik het zei. Ik had het bijna goed. Zullen wij de portal ingaan, jongens? Is dat iets wat ik wil doen? Wil ik spullen meenemen? Dat is misschien de vraag. Want ik denk dat deze portal me naar huis gaat brengen. Maar ik denk niet dat ik spullen mee ga nemen, jongens. Ik vind het een beetje stom om dat te doen. Je zou zeggen, oh Max, dat is slim. Kijk, pak al dat steen wat je hier ziet en zo. Nee, jongens, ik wil in Content Veen 2 wil ik alles wat ik daar gedaan heb en verzameld heb, wil ik in die wereld gehaald hebben om het wel legit te houden. Ik wil het bouwen legit hebben. Anders voelt het een beetje als vals spelen, weet je? Maar goed, laten wij de portal naar huis nemen. Althans, ik hoop dat het naar huis is en niet naar de Nether. Laten we hopen. Oké, het is tijd. Laten we gaan. Via de nederleeuw. Oeh. Ja, we zijn terug. Jongens. We zijn terug. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Waarom ligt er hout en waarom ligt er een bed? Oh my days. We zijn terug. Ik ben zo... Waarom ligt hier een bed? Hier. Plaats maar hier. Oh, wat is het fijn om dit kasteel weer te zien. Was mijn shaders vergeten aan te zetten, jongens. Sorry. Zo. Nu ziet het er weer mooier uit. Oh my days. En mijn spullen. Oh mijn god, waar zijn mijn spullen? Nee. Oh, wie heeft mijn spullen gepakt? Voor de koning bij Hulte Max Original. Nou, beste koning Walnut. Ik zag u een paar dagen geleden vertrekken en u bent nog niet teruggekomen. En ik dacht, laat ik dit ook maar onderzoeken. Het is dus een portal naar een andere dimensie. En ik zag uw spulletjes en ik dacht, als u zo lang weg bent, kunt u die wel even missen. Oh nee, Julian. Nee, zeg niet alsjeblieft dat je mijn spullen hebt gestolen. Grapje. De spullen liggen in mijn shulkerbox voor mijn huis. U kunt naar beneden gaan met een elytra... Of een silk MLG clutch. Sikke MLG clutch doen. Ik heb namelijk gehoord dat u ook de koning van trickshots bent. Ben ik dat? Ben ik koning van trickshots? Waarom zou ik dat zijn? In 10 kansen moet dat wel lukken, toch? Zet uw respawn point op dit bed om het vaker te proberen. Veel succes uw onderaan. Huh? Veel succes uw onderdaan. Oh, hij bedoelt... Ik kan echt niet lezen. Lezen is moeilijk. PS. Het komt namelijk van Julian, dit. PS. Ik zag dat er nieuwe huisjes worden gebouwd. Wat voor mooi plekje krijg ik? Laat maar weten. Dat komt goed, Julian. Dat laat ik weten. En nu snap ik ook de buckets hier. Ik heb 10 pogingen. Een bed hierom. Oh, dat meen je. Maar dan moet ik wel de diamonds meenemen. Dat is het hele ding. Oké, maar ik ga dit in één keer fixen. Weet je, ik kan ook gewoon zo doen en dan landen. Maar dat is niet leuk. Julian wil dat ik een MLG clutch doe. Op de grond land en op die manier overleef. Mijn respawn point staat hierboven. Weet je wat, ik leg de diamonds nog even hier. En haal ik die later op. Let op, hé jongens. MLG. MLG clutch. MLG clutch. Bam! Ik bedoel maar, iedereen maakt wel zijn foutje. Poging 2! Bam!
bam, hoppakee. Hier, easy. Easy clutch. Oké, nu moeten we teruglopen naar mijn kasteel. Maar waar had hij nou de spulletjes gelegd, zei hij? Ik weet niet eens meer waar hij de spulletjes had. Wat voel ik mij altijd gelimiteerd als ik geen Elytra meer om heb? Dan moet ik gewoon lopen. Dan voel ik me echt gewoon weer een simpele ziel die moet gaan lopen door het leven. Vliegen door het leven is zoveel makkelijker. Maar jongens, we zijn terug in Colder 2 2.0. Oh, wat ben ik blij. Maar we moeten even onthouden, hè, dat boekje van de tovenaar. Ja, we noemen het gewoon even de tovenaar. Hij zei test 1. Dus er komt nog meer aan. Ik weet 100% dat er meer dingen aankomen. Er gaan meerdere tests aankomen. Dus ik denk dat we de tovenaar wel terug kunnen verwachten binnenkort. Ik vind het wel een beetje eng. Dat is een beetje het probleem. Enge business. Oké, Julian. Ik ben onderweg naar je huisje die nog steeds niet af is. Je moet nog steeds een dak op je huis bouwen. Hij zei dat het in een shulker... Ah, kijk eens aan. Daar ligt het, jongens. Daar liggen mijn spulletjes. Mijn prachtige spulletjes. Met een nieuw boekje erbij. Voor de koning. Dat is een nieuw boekje. Is het een ander boekje of... Nice, je hebt het gehaald. Hopelijk wordt een goede edit. Hoezo? Hier je spullen en je gear. En nog een kleine beloning. GG. Sebastian, wil jij even mijn MLG-sprong naar beneden net even echt op een MLG-manier editen? Ik weet niet, verzin het even. Met een nu. Dat je nu even opnieuw laat zien. Poging 2! Nou, dankjewel Julian. Hij heeft me gewoon een beloning gegeven. Ondanks dat ik hem moest betalen. Of betalen, wat zeg ik nou? Dat ik gewoon dood ging ervoor. Maar ik had toch geen XP meer. Want die was ik allemaal al kwijt in de andere wereld. Al die XP. Deze diamonds zijn van mij in de buckets. Laat ik even lekker liggen. Het bed ook. Nou, trouwens, dit is lelijk. Het moet wel een beetje mooi blijven. Hoe kan die shulkerbox nog openstaan? Huh? Hij is open. Jongens, hij is gebukt. De shulkerbox is nog open. Zo, kijk, dan hebben we een nieuw bed. Ik wil wel een geel bed eigenlijk hebben, want ik vind een grijs bed altijd een beetje saai. Maar laten we dit eerst even in mijn ender chest doen en nieuwe spulletjes pakken. Want dat kan... Hé, wat is dit? Nee. Abonneer op Brickforce. Gadverdamme, ik heb er weer eentje gevonden. Iel. Ja, laten we naar boven gaan en hopen dat we niet nog meer bordjes tegenkomen van Rick. Stonecutter, die moet ik weer hebben. Meer vuurwerk heb ik nodig. Zo, want mijn vuurwerk is bijna op, jongens. Dat is wel een beetje eng. 19 diamonds erbij. En dan wil ik weer crafting tables in mijn inventory hebben. Ik wil een ender chest bij me hebben. Volgens mij was dit mijn ender chest. Weet ik niet meer zeker. Zo. En dat is... Oh ja, en een bed. Een geel bed. Heb ik een geel bed? Ik heb een zwart bed, maar ik kan ook geen geel bed. Zullen we een oranje? We gaan een oranje bed maken, jongens. Ik ben echt een idioot. Dan heb je natuurlijk meer dan 2 wol nodig, hè. Zo, 3 wol. Hoppakee. Oranje bed. Hoppakee. Zo. Nou, de 2 boekjes van Julian, die mogen in het archief. Ik heb natuurlijk een prachtig archief hierboven. Helemaal goed georganiseerd. Niet alle boekjes gewoon random los door elkaar. Dat zou ik nooit doen. Dat zou heel onoverzichtelijk zijn natuurlijk. Ik heb het wel gedaan. Ik heb wel alles hier door elkaar gehaald. Alright, jongens. Dan wilde ik eigenlijk nu verder gaan met bouwen. En dus ik was een beetje aan het rondlopen nu net hier links. Om te gaan kijken naar waar ik ga bouwen en wat ik ga bouwen. Maar dan dacht ik natuurlijk aan mijn karretje die ik hier nog heb, weet je. Ik heb mijn... Nee. Niet in deze wereld. Alsjeblieft niet in deze wereld. Nee. Jongens. Oh, nee. Ik heb er zo geen zin in. Ik heb er eigenlijk zo... Waarom heb ik hem ook om hulp gevraagd? Oh, hij is weg. Alsjeblieft, zeg me dat... Oh, nee. Nee, ik kom eraan. Ik kom eraan. Voor de mensen die zich afvragen waar het over gaat. Oh, ik heb zoveel zin om gewoon lekker verder te bouwen, jongens. Er is nog zoveel te doen. Laten we dit kleine probleempje maar even oplossen. Voordat we gaan verder bouwen. Voor de mensen die zich afvragen, sorry. In Colder 1.0 was er een god. Ik zei het, hij blijft op Jezus lijken een beetje. En dit was elke keer het teken als ik naar hem terug moest komen. En in mijn vorige video heb ik hem om hulp gevraagd omdat ik vast zat. Maar ik ben al vrij. En nu is hij toch nog voor die... Oh, nu is hij toch nog deze kant op gekomen. Maar waarom ben je in deze wereld? Wacht, even een flashback nadat ik daar was om op hulp te vragen. Beste god, ik ben gestrand in het verleden. En snap niet wat mijn doel hier is. Kan jij mij alstublieft... Kan jij mij plus helpen? Ik weet niet hoe ik terugkom. Groetjes, Max uit de toekomst. Alright, laten we maar die kant op gaan. Oh, hij is weg. Oh, moet ik niet deze kant op? Of wel? Zo was volgens mij ergens hier. Wat is bij dat gele? Wat is dat? Oh, Jezus, wat trouwens een dikke straal dit. Oh my days. Nee, wat is dit? Wat is dit? Wie heeft dit gemaakt? Hallo, waarom ligt... Het is niet mooi. Het ziet... Oh mijn god, ik moet daarheen denk ik, hè. Ik denk dat ik daarheen moet. Waar zijn die beacons heen? Er waren letterlijk net nog beacons. Oh mijn god, jongens. Maar... Hallo, ik ben er. God. De god van Colder 1. Lang niet gesproken. Oh.
Hallo? Hallo? Ik had jou om hulp gevraagd, toch? Ja. Voordat we gaan beginnen. Wat is dit? Waar sta ik? Dit is het heilige beeld van jou. Maar ik draag geen... Jou heb ik niet gemist. Ik draag deze hele outfit niet eens meer. Foutje moet kunnen. Maar de hulp is niet meer echt nodig. Ik bedoel, ik ben al... Zeg maar, ik had hulp nodig. Ik kon het... Veen 1. Trouwens. Wacht. Wacht. God. Hallo, God. Ben je er nog? Je bent er nog. Altijd hier. God. Nu je er toch bent. Ik bedoel, ik had hulp nodig om terug te komen naar deze wereld. Maar dat is mezelf al gelukt. Maar... Nu je hier toch bent, hè? Ken jij Fred? Ik ken iedereen. Ik ben Jezus. God. Je bent mijn zus. De God. Wat doe je? Dus wie zit daar? Een streepje gemaakt voor je zusgrap. Oh. Maar de Jezus. Zaak gedaan. Kan je mij helpen met Fred terughalen? Fred is namelijk dood, denk ik. Ik heb hem zelfs begraven. Hey, hier ligt Fred. Hij hield van groen. Maar... Ik wil hem eigenlijk terug hebben. Kan jij niet gewoon Fred hier ineens nu naast me laten staan dat hij terug is? Dat kan, maar daar moet je wel wat voor doen. Maar het kan wel! Fred kan terugkomen! Ja, ik ben God. Kan je ook Kwast laten terugkomen? Nee. Oké, nou weet je wat, Fred is prima. Laat Fred dan maar terugkomen, wat moet ik doen? Wat is dit hoofd, jongens, hier? Jij moet voor mij een voorwerp zoeken. Ja, maar dat heb ik al gedaan in de vorige aflevering. Nog één. Oké, wat is het? Is het makkelijk? Het is... een bruine kaars. Een bruine kaars. Doei. Jongens, ik ga bruine kaars halen. Dit is echt... Die stink. Jezus, die komt veel te laat. Letterlijk wanneer ik hem eigenlijk al niet meer nodig heb. Nu moet ik een bruine kaars voor hem halen. Waarom zou hij een bruine kaars nodig hebben? Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Zie, ik heb een cacaoboontje. Daar kunnen we natuurlijk letterlijk brown dye van maken. Ik heb zoveel geluk dat ik er nog eentje over had. Vorige keer had ik die namelijk nodig voor koekjes. En dan een kaars. Heb ik een kaars? Oh, ik heb hier een witte kaars. Kan ik van een witte kaars nog... Nee... Oh, dan heb je een normale kaars nodig. Heb ik die niet meer? Maakt niet uit. We hebben hier dit zo. Dan hebben we een string nodig. Maar die heb ik ook niet. Die heb ik allemaal niet. Heb ik hier beneden niet nog kaars? Hé, een barrel. Huh? Er zit een boekje in. Maar oké, dat komt later wel. Dat is niet van belangrijk voor nu. Ik heb een string nodig. René, ik ga even je string stelen. Kom maar. Oh, dat klonk heel verkeerd trouwens. René, ik ga een... René, ik ga een spider spinnen. Webje van je halen. En dat is dan je string. Zo, kijk, dan maken we een candle. En daarvan kunnen we een bruine candle maken. Nemen we nog een flint en steel mee. Die heeft René vast ook wel. Die heeft René niet. Maar ik neem geen flint en steel. Maar hij heeft niet gezegd dat ik een flint en steel mee moest nemen. Bruine kaars geregeld. Alles voor Fred, jongens. Alles om Fred terug te halen. Zeg het maar en ik doe het. En ik weet niet wat dit lelijke stambeeld van mij hier is. Waarom het hier staat. Hoe lang het hier al staat. Jezus, ik bedoel, God, ik ben terug. Ik heb een kaars voor je. Hallo, mijn zoon. Hallo. Moet ik hem geven? Hoe geef ik hem? Zet maar neer. Waar? Hier op het midden van de M? Ja. Zo. Steek dan aan. Nee! Waarom zei je niet dat hij aan moest? Ik zei nog helemaal, ik ga geen flint en steel meenemen. Dat heb ik niet bij me. Niet aan is geen Fred. Ik haat je echt. Echt waar. Oh, wat vind ik jou vreselijk. Flint en steel. Laten we het maar ook gewoon halen. Jongens, laat even in de reacties weten als jij hem nog kent van Content Veen seizoen 1. Ik denk niet dat iedereen hem kent, maar toen heeft hij de prophecy verteld over dat Content Veen seizoen 1 opgegeten zou worden door een zwart gat. Dus ik hoop niet dat hij nu weer met de prophecy komt. Nee, ik heb om zijn hulp gevraagd. Hij is hier niet uit eigen belang. Hij is hier echt om mij te helpen. Ik ben er en ik ga hem aansteken. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Nog even wachten. Waarom? Ik moet je nog wat vertellen. Oké, vertel maar. Er komt een einde. Nee, er komt geen einde. Deze keer niet, oké? Nee, klopt. Geintje. Ik ben aan. Komt hij. 3, 2, 1. Ah! Wat doe je? God, stop ermee. Stoppen. Alsjeblieft. God, breng dit Fred terug. Oh mijn god, ik kon glas breken. Ik vind het echt heel eng. Dit is zo slecht, jongens. Het spijt me. Waar is... Foutje. Waar is Fred? God,
doe nou. Maak het weer dag. Ik zie de sterrenhemel is heel mooi, maar maak het alsjeblieft nou even weer dag. Ik zie niks, het is donker. Ik zie letterlijk alleen een steen. Tot ziens. Hoezo tot ziens? Nee! Je zou Fred... Nee! Je zou Fred terugbrengen. Stop! Hou op! Ja. Oh mijn god. Dit is niet iets wat je als eerste wil zien wanneer je zicht weer terugkrijgt. Oh, er is een music disc. Jongens. Er is een music disc. En hij is weg. Wat is dit voor... Waarom heeft hij een music disc gedropt? Oh, hij heet... Jongens, hij heet Fred! De music disc heet Fred! Dat meen je? Ja! Wacht, ik moet een jukebox maken. Jongens... Dat meen je. Ik wil de Fred in Fred-vorm terug, niet in de music disc vorm. Oh my days, laten we een jukebox pakken. Hoe maak je dat ook weer? Met een diamond volgens mij, hè? Of is dat een... Ja, nee, volgens mij met een diamond en hout. Of niet? Ik weet het niet. Hier, en dan een diamond. Die heb ik hier. In een ender chest heb ik een diamond, zo. Ja, jukebox. Hoppakee. Oké, jongens. Laten we naar... Even een plekje gaan wat Fred mooi vindt. Fred houdt van groen, dus laten wij naar de tuin gaan hier. Oh, wacht. We gaan naar het graf van Fred. We gaan proberen te summen op het graf. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik deze jukebox plaats en Fred erin stop. Maar ik ben echt bereid om het te gaan doen. Hier, jongens. Hier ligt Fred. Hij hield van groen. Hoppakee, jongens. Laten we dit plaatsen. Ik weet niet wat ik moet verwachten hiervan. Oké, jongens. 3, 2, 1. Oh, hij zit erin. En nu? Hallo? Ik hoor niks. Er is geen geluid. Hallo, ik ben Fred. Fred, je bent... Fred, hoor je me? Ik ben er even niet. Laat even een berichtje achter. Nee, dat meen je. Fred, piep. Fred, hallo. Je spreekt met Max. Je bent soort van terug. Wat is er gebeurd? Hallo, Fred? Dat meen je. Moet ik een... Ik ga toch geen voicemail achterlaten? Hallo, Fred. Ik heb groen. Einde voicemail. Nee, dat de telefoon afgaat. Moet ik dat serieus doen? Oh mijn god, hoe neem ik het eruit? Wacht, ik haal hem eruit. Zo. Ik stop hem er opnieuw in. Hij zit erin. Hallo, met Fred. Hey, Fred. Je had gebeld. Ik had gebeld. Prima, ik speel even mee. Leef jij nog? Wacht. Ik hoor je. Wat zie jij nu? Waar ben je? Donker. Donker? Is het donker? Voel je dit? Als ik hierop sla? Wacht even, er klopt iemand aan. Oké. Fred, het klinkt misschien heel gek, maar je bent een cd-diskje. Nee, ik ben Fred. Ja, je bent van groen. Nee, maar je bent een cd-diskje. Je bent een music disc, ben je. En ik praat met je en ik sta bij je graf op het moment. Graf? Ja, bij je graf. Waarom? Ja, je was dood. Weet je niet wat er gebeurd was in de ruimte? Ook daar was het donker. Ja, ook daar was het inderdaad heel donker. Nee, daar houdt Fred niet van. Nee. Fred houdt van groen. Ik weet dat je van groen houdt. Ik heb je graf ook zo groen mogelijk gemaakt. Mooi. Maar, Dat was het? Nee, hoezo dat was het? Fred, je bent letterlijk, je zit in een doos op het moment. Wil je niet gewoon je lichaam weer terug? Ja, als het even kan. Als het even kan. Ik haal je er weer even uit en dan ga ik een manier zoeken om jou te redden, oké? Is dat goed? Ja. Om jouw lichaam weer terug te krijgen. Als ik je hulp nodig heb, dan stop ik je wel gewoon. Kom ik weer terug naar je graf en dan praat ik weer met je, oké? Maar tot die tussentijd ga ik een manier zoeken om jouw lichaam weer terug, zodat je ook weer rond kan lopen hier, oké? Oké, dan ga ik nu zwemmen. Waar kan je? Hoezo zwemmen? Het is hier mooi. Oké. Ik kan hier alles doen wat ik wil. Weet je, het zal wel. Fred, ik ga je eruit halen, oké? En ik spreek je snel. Tot later. Tot later, Fred. Dag. Zo, jongens, we hebben hem weer uitgehaald, de Fred CD. Laten wij Fred dan nu heel eventjes in mijn endertjes bewaren. Dus elke keer als ik hem nodig heb, kan ik hem dan gewoon meenemen hier. Ja, en dan moet ik een manier gaan vinden hoe ik Fred terug kan krijgen in een lichaam, jongens. Ik bedoel, laat even in de reacties weten nu als jij een idee hebt hoe ik dit moet doen. Jullie zijn altijd slim, jullie hebben altijd wel ideeën. Wie weet komen jullie wel met het idee, doe iets met de CD-disc. En er is hier natuurlijk, weet ik nog jongens, dat heb ik vorige aflevering gezegd, in de hoek hebben we een oude robot die niet meer reageert staan. Van Frederik. Het is niet Fred zelf, want hij heeft rode ogen. Maar het is wel een lichaam waar we mogelijk Fred in kunnen stoppen. Als jullie een idee hebben, laat het weten in de reacties. Dan gaan we er iets mee doen. Maar voor nu heb ik echt geen idee hoe ik dit op moet lossen. Allright, dan gaan we nu even kijken naar dit prachtige barreltje met een boekje erin. Eens even kijken hoe goed jij je vriendin kent. Ga naar de ruimtekamer. De ruimtekamer? Ga naar... Oh! Pff. Ik denk, wat zeg jij nou weer? Maar ga naar de ruimte... Het is die ruimtekamer. Ik snap het. Laat maar, weet je. Hoe goed ken ik mijn vriendin? Heeft René iets gedaan? Heeft ze iets gemaakt? En is het een quiz? Moet ik... Ik heb geen idee wat ik moet doen.
Voor degene die het weten, René, oftewel in de chat staat altijd Sarzo. Dat is mijn vriendin in het echte leven. Niet in Minecraft, jongens. Het is geen Minecraft-relatie, hoor. Maak je geen zorgen. Maar die zegt, ga naar de ruimtekamer om te kijken of ik haar goed ken. Hoe goed ken ik René? Wat moet je doen? Ik ben in de ruimtekamer, hallo. Wat is het mysterie hier? Die barrel... Is dat nieuw? Nee, dat barrel is volgens mij van iets anders. Maar hier staat ook een barrel. Wat is dit? Boek en quill. Ja, ja, de beruchte deur. De beruchte deur. Je mag weer vragen gaan zoeken, maar deze keer niet in deze ruimte, hè? Ik mag vragen zoeken. Oh, er is weer een nieuw... Oh, mijn god, dat meen je. Is er weer een nieuw iets? De eerste vraag krijg je van mijn cadeau. Ze zijn niet zo lastig. Vraag 1. Wat is mijn favoriete risotto? Broccoli, kip of lente risotto? Is het een René-quiz? De volgende vraag vind je in de slaapkamer. Oh my days. Het is een René-quiz, jongens. Het is een vriendinnen-quiz. Oh my days. Ik ga deze quiz ga ik nog even bewaren voor de volgende aflevering. Want ik wil nu nog heel even gaan bouwen. Ik wil een beetje progressie maken aan de basis. Maar er is blijkbaar een quiz gemaakt door René over hoe goed ik haar ken. En de vriendinnen-quiz. Weet je wat dan is? Dan mogen jullie in de reacties achterlaten welke risotto vindt René denk je lekkerder. De lente-risotto of de broccoli-kip-risotto? Ik weet het al natuurlijk. Maar ja, het is voor jullie een onmogelijke vraag om te weten. Maar ik weet nu al het antwoord van deze. Misschien dat jullie het ook weten. Jullie kunnen een gokje maken. Oké, maar René, we gaan jouw quiz, die gaan we in de volgende aflevering doen. Ik ga nu eerst even wat progressie maken. Wel echt heel leuk. Echt heel grappig. Het is nu namelijk tijd om dit gebied hier, jongens, in het midden. Daar wil ik water gaan plaatsen. Ik heb jullie gevraagd van wat jullie willen. En ik ben er echt achter dat ik hier water wil. 100 miljoen % moet hier water in komen. Hoe we dat dan gaan doen is, ik wil vanaf hier... Moet de muur dus ook nog strak die kant op gaan. Of strak, dat kunnen we misschien met een leuk bochtje een beetje hierheen laten lopen. Dat het zo hierheen loopt. En dan komt hier allemaal water in. En dan kunnen we een haven maken. Dan kunnen we een hele leuke grote haven maken met bootjes en de houten dingetjes en weet ik wat voor gezelligs allemaal. Ik denk dat dat er serieus echt heel leuk uit kan zien. Maar voordat we dat water erin gaan doen, moet alles hier dus een beetje netjes geterraformd worden. Het gebied moet iets platter in het midden lopen zo. Die hoge pukkels hier aan de zijkant, die moeten even weggehaald worden. Dus dat gaan we even doen met de leuke timelapse. Veel plezier met kijken hiernaar. Vergeet zeker niet te liken, want er zit veel werk in zo'n timelapse. En abonneer eventjes, jongens. Veel plezier. Daar zijn we weer. De timelapse is iets minder ver gekomen dan dat ik dacht dat hij zou komen. Ik wilde er ook nog water in plaatsen, maar ik heb gewoonweg te weinig tijd. Het heeft heel wat werk gekost om al die pukkels en puisten weg te halen daar. En om dan vervolgens gewoon het landschap een beetje smooth naar het midden te laten lopen, waardoor je in het midden zo'n lijntje hebt die helemaal daarin gaat. Vervolgens kwam ik erachter dat daar, wat echt best wel stom is, is natuurlijk nog gewoon niks. Dit is gewoon zoals... Ja, hoe dit er hier uitziet, zo zag het er daar ook uit. Alleen, hier is nog niks gedaan. Dus ik dacht, nou, dan moet je of hier helemaal aan de slag gaan. Of, wat ik als leuk idee had, jongens, is om hier, dit randje, even een tijdelijke dam te bouwen. Dat ik hier gewoon zo'n houten dam bouw. Zodat dat de tijdelijk... Ik kan ook misschien een sluis maken van steen of zo. Maar een dam van hout. Ik denk dat dat tijdelijk wel leuk kan zijn. Tot de tijd dat ik dat daar ooit ook een keertje af ga maken. Maar, ja, eerst moet dit hele gedeelte, jongens, dit is belangrijk. En, oh ja, Floor is online en die is bezig met de derde huis. Hier. Ik weet niet of je dat op de timelap zag. Die is bezig met het derde rijtjeshuis. Oproep aan René. Oh, mijn microfoon stond ver weg. Ik weet niet, volgens mij horen jullie me zacht. Nu horen jullie me beter. Oproep aan René. Bouw je huis af. Er staat nu een half afgebakken toren. Kom op, René. Daar heb ik ook nu een muurtje gemaakt, waardoor het zeg maar één groot vierkant hier is in het midden. Ik heb dat een beetje door naar beneden laten lopen. Niet heel mooi, maar dat komt omdat er ook nog water zo komt, jongens. Dus dan zie je dat onderste randje bijna niet meer. Maar ja, het water moet dus de volgende aflevering komen. Want zoals ik zei, ik heb te weinig tijd ervoor. Ik moet alles nog even opruimen wat in mijn inventory zit. En uiteindelijk moet de vloer ook nog gedetailleerd worden. Want ik wil er ook een beetje zand en gravel en
een klei misschien tussen. Het moet wel gewoon een mooie vloer zijn. Natuurlijk niet van gras, want dat is een beetje random. Gras op de bodem van de zee. Maar ik zie het wel echt al voor me, jongens. Dat vanaf dit randje hier ongeveer gewoon water komt zo. Daar is het dan wel wat hoger. Dus misschien dat we het dan vanaf hier doen. Of zo ongeveer. En dan helemaal gevuld met water. Gaat nog wel klusjes zijn. Maar dat gaat zo ontzettend clean worden, jongens. Vertrouw me erin, echt waar. Oh, ik zie dat ik daar een randje ben vergeten netjes te maken. En dat, ja, dat heb ik laten staan vanwege de dam. Maar heb jij nog ideeën ervoor, jongens? Laat het vooral even in de reacties weten. Jullie hebben altijd wel goede ideetjes. Nu heb ik hier ook wat meer duidelijkheid hoe ik het hier ga doen. En het platform is een beetje gecreëerd. Dus wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat ik het vanaf hier zo plat maak. Helemaal daarheen. En dan hier ook weer zo'n laag. Nou, jullie zien het wel. Jullie zien wel hoe ik dit allemaal ga doen. Ik heb er in ieder geval zin in. Het gaat leuk worden. Nou, toch nog. Ondanks dat we veel verhaallijn hadden vandaag, heb ik nog goede progressie kunnen maken. Echt goede progressie, zoals je nu kan zien. Volgende aflevering wil ik Fred terughalen. Misschien dat jullie mijn idee hebben gebracht. En in dezelfde aflevering dat we Fred terughalen, wil ik ook gewoon natuurlijk dit hier afmaken. Dat gaat heel leuk worden. En het oog moet ik even weghalen, want ik weet niet of ik het oog leuk vind daar. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijk lekker het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gekeken, dan moet je het even zeker doen. Want dan snap je gewoon het verhaal wat gaande is. En dan heb je gewoon niet zoveel problemen in het leven. Maar voor nu spreken, laat een glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer, joh!